je hier uit de buurt? Nee. U komt niet uit de buurt? Nee. Mag ik u even lastig vallen? Er ligt er al aan. Brabant! Ja. Ja, hallo. Wat volgens mij een L1 programma onderweg? Henny. Goed, oh, dat is nog eens een stevige handdruk. Dankjewel. Ze zeggen altijd, aan de handdruk kan je het karakter van iemand aflezen, hè? Dan heb ik een goed karakter. Nou, het is wel iemand met ruggengraat. Oh. Klopt dat? Dat weet ik niet. Dat hoop ik. Dat hoop ik. Hoort u bij elkaar? Ja. Ja? Is het iemand met ruggengraat die voor zichzelf opkomt en eigen mening heeft? Jawel. Ja? Ik zal even uitleggen. Maar vertel eens. Wie we zijn en wat we... Wat? Ik ken L1 en ik vind het een geweldig programma. Wij kijken regelmatig naar Omroep Brabant. Ja. Maar L1 doet het veel beter. Jullie spreken in het Limburgs. Ja, maar dat wordt nu even lastig, hè? Ja. Ja, ik kan nou hooguit zeggen, sajoet, sajoet. Zwieg! Verdwieg! Ja. Oh, maar u kijkt, want waar woont u precies, als ik vraag? Nou, wij wonen naast een bos, in een dorpje Vlijmen. In Vlijmen? Ja. Ja, dat ken ik wel. Waarvan? Ja, jij moest eigenlijk morgen, dat had je nog even op de koffie kunnen gaan, hè, in Vlijmen. Ja, nee, maar... wij zijn nu eventjes niet in Vlijmen. Nee, wij zitten nou in Put. Put. Ah, in Put. In Put. U zit niet in Boven de Put, put maar put, u zit maar in Put. In Put, ja. En, ja. Daar komt u wel eens vaker? Ja. Jawel, Botkoe. Camping de Botkoe. Oké, okay, dus dan gaat u met het autootje en de fietsjes? Nee, wij hebben... wij zijn hier eigenlijk om te trainen. Wij maken één keer per jaar een meerweekse fietstocht. Ah. Aangezien wij vroeger altijd in Zuid-Duitsland, in het Zwarte Woud trainden, maar die camping is dicht... trainen we dus hier en in de Botkoel. En toevallig is het nou ergens ver familie van mij. Want zij was een nicht van tant Lieske. En tant Lieske Weuster was een lerares op de lagere school in Valkenburg. In Valkenberg? En dat was familie van mijn moeder en die kwam uit Meerlijk Herkenbos. Tante Lieske? Nee, mijn moeder. Uw moeder kwam uit Meerlijk Herkenbos. Ja. Tante Lieske die kwam uit Valkenberg dan? Ja. Nee, maar we zitten hier puur om te trainen. Een beetje rondhobbelen. Een beetje rondhobbelen? Ja. Zegt hij dan heel bescheiden, maar meerweekse fietstocht, over hoeveel kilometers praten we dan? Nu doen we het rustig, maar gemiddeld zitten we op 3000 kilometer. In hoeveel weken? Nou, het ligt eraan heen en terug naar Santiago de Compostela. Dat was bijna 6000. Dat was 9 weken. Dat was de langste. Oh, maar u bent dus wel het type, en dan kom ik toch weer even terug op de handdruk... zo van fietsen naar Santiago de Compostela, maar dan ook drie terug. Keer, dat hebben we ook nog drie keer gedaan, ja. Nou, de derde keer zijn we dus ook teruggegaan. Ja, we zijn elke keer teruggekomen, maar nu fietsen terug. Naar Vlijmen, fietsen terug naar Vlijmen. Ja, want op een gegeven moment, je moet je grenzen blijven verleggen, hè, ook. Ja, ja. Nou, kijk, als je ouder wordt, dan je moet weten waar je moet stoppen. Ja, die fietsen, hoor. Dan als je ga gepakt denk je zak mee. Is het niet zozeer meer grenzen verleggen, maar tel je zegeningen. Ja, zolang wij het nog kunnen doen, doe het. Ja. Zij wordt 70 en ik ben 72. Toch heerlijk. Gewoon nou lekker, lekker ontspannen. Niks hoeft. Dat is toch ideaal. Alle dagen een tentje opzetten. Smorgen. Echt waar? We doen het een tentje, alles gaat mee. Ja, we zijn nu met de caravan. Ook al regent het. Maar caravan achter de fiets. Gewoon ja, in de regen mee. Dat is wel moeilijk, joh. Nee, maar het zou ook kunnen dat u pensionnetjes pakt en bed en breakfast. Dat is toch ongezellig? Nee. Kamperen is toch veel leuker? U wordt 70, u bent 72. Ja. En dan, hoe groot is het tentje? Ja, hoe groot hij erin kan. 5,5 kilo. Maar je moet het dan meeshouden. En hoe lang bent u samen als ik vraag? We zijn bijna 51 jaar getrouwd. En dan toch nog samen in dat tentje? Ja, tuurlijk. Ja, nee, maar ik vind het fantastisch. Moet je een apart tentje pakken dan? Je ziet heel vaak dat mensen dan ook steeds meer ook hun eigen weg gaan met eigen dingen. Maar u fietst dan de hele dag samen? De hele dag samen. En dan kruipt u ook nog eens aan het einde van de dag met z'n tweeën in zo'n pubtentje? Met twee lekker in de pubtentje. Moet ik erbij zeggen, voor de broodnodige rust, zij fietst altijd een stuk voor me. U bent de verkenner. Nee, als ze achter me rijdt, ziet ze niks. Nee, maar ik rij altijd voor. Als ik om moet kijken en ik moet naar links, dan zie ik niks, want dan kijk ik tegen hem aan. Dus als hij voor fietst, zie ik ook niks. Nee, maar dat is gewoon prettig. Je fietst ook anders te hard. Ik geef je tempo aan. Hij mag achter me aan fietsen.
is ook best stoer, hè. Behalve in de bergen, dan fietst iedereen op eigen tempo. Ja, nee, en maar... op enig moment wachten we. Maar dat kan wel eens wat duren. Ja. Maar we fietsen ook eigenlijk altijd samen. Nooit niet meer met anderen erbij. Wij weten wat we aan elkaar hebben. Dat is gewoon fijn. Maar wij fietsen eigenlijk altijd achter elkaar, nooit naast elkaar. Het is ook levensgevaarlijk, hè? Want je hebt daar twee tassen, voor twee tassen. Je bent te groot bepakt om naast elkaar te rijden. Dus bijpraten doen jullie s'avonds eigenlijk in het tentje? Ja, hoe was jouw dag? Hey, als we rusten. Heb jij dat gezien op een gegeven moment? Waar? Nou, dat is 80 kilometer terug. Nee, goh, dan heb ik dat vergeten. Zitten jullie qua humor ook een beetje op dezelfde lijn? Ja, meestal wel. Nee, maar is humor belangrijk voor jullie? Ja, natuurlijk. Ja? Ik moet de hele dag met zo'n gezicht gaan fietsen. Nee, maar ik kan me voorstellen dat soms ook wel. Dus de een wat minder zin heeft in een hele dag fietsen. Ja, maar dat lost ik zelf gewoon op. Ik heb ook wel eens een keer dat ik denk, potverdikke. En dan die regen. Ja, je moet door de regen heen. En dan is hij aan het zingen. En dan denk ik, ja, het zal wel. Dan begin hij te zingen. En dan zakt de humeur van mij van hij. Dus. Wat zingt hij dan? Oh, I'm singing in the rain. Ja, dan ging ik er ook een stuk achter fietsen, ja. Nee, maar als je aan het fietsen bent op zo'n tocht, dan heb je best wel eens een dag dat je zegt van potverdikke, waar ben ik toch mee bezig? Dan word ik een keertje moe. Maar gaandeweg zakt dat weer. Dan gaat dat over. En hoe gaat dat op de camping dan? Ook goed. Ja, nee, want... Iedereen heeft zijn eigen taak. We zetten samen het tentje open. Ik spijker het vast. Dat gebeurt samen? En hij laait. Nee, we hebben een tunneltentje. Dus dat moeten we dan met tweeën doen, want anders dan mislukt het. Maar zij spijkert vast, dus zij timmert, zij doet het grove werk. Ik vind dat leuk. En ik maak de bedden op. En hij doet de rest. Hij laait in. Dus u bent al in het tentje de bedden op het maken als u nog aan het timmeren bent? Ja, dat kan ja we hebben een binnentent en een buitentent. Hij spant zichzelf, hè. En moet het altijd vast hebben. Hoe lang doet u erover voordat alles strak staat? Half uurtje? Nee, of korter. Je krijgt routine. Als het regent, korter. Ja. Nee, omdat het een buitentent is. En met een binnentent kun je dus... Je zet eerst de buitentent op en dan hang je de rest naar binnen. Ja, dan zit je droog. Dat dan kan. Zit je droog. Ja, dat gaat goed. Nee, dat gaat prima. Hoor. En koken? Koken doen we niet. Doen we onderweg warm eten. Op de middag dan zoeken we een restaurantje op. En dan gaan we eten. Oh, dus het warm eten heel warm makkelijk? Warm eten? Ja, ja, nee. Ik ga niet koken. Ik neem geen potten en pannen mee. Dat werkt niet. Ah joh, iedere dag diezelfde maaltijd dan. In zo'n pannetje. Als het nou moet, maar dat hoeft niet, hè. Als we starten, dan halen we Duitsland natuurlijk maar een heel klein stukje van de maaltijd. Op het einde van de fietstocht krijgen we zelfs een Duitse maaltijd op. Echt waar? Dat is goed voor de lijn, weet je dat? Valt altijd af. Je kunt niks heel de dag eten. Ik val gemiddeld 8 tot 11 kilo af. Oh, na de tocht zit het er dan ook weer snel aan? Nee hoor. Na een maand of 3, 4, zo, 5 of zoiets. Maar dan fietst u beduidend minder dan? Dan wordt er minder gefietst. Ja, anders. Je rijdt met minder bagage of zonder bagage. Je hebt ook alleen al het feit dat je een tas zet, die houdt wind tegen. Dus een andere manier van fietsen. En soms hebben we dus helaas slecht weer. Naar Santiago en terug hadden we prachtig weer. Het vorig jaar hebben we een rondje bijen gemaakt. Hadden we veel regen? We hebben zelfs door de Rijn heen gebaggerd. Gefietst. Richting Remagen. Toen was de Rijn. Buiten zijn oever. Ja, zelfs over het fietspad. Royaal 30, 40 meter. Je zag een fietspad. Je zag niks. Je hebt moeten gokken. Ik ben hier. En als ik nou rechtdoor rijd, hoop ik dat er dus niks is. En als je plat je hebt pedalen in het water. Ja, ja. Ja. Echt zeer onprettig. Ja, dat was boehoe. Ja, onprettig. Angstig ook. Ja. Ja. Want als je valt en je breekt wat, dan is dat voor jullie allebei einde... Fietstocht. Ja, einde vakantie. Geluk hebben. We hebben het nog steeds goed eraf gebracht. Dus, Wat is nou het lekkerste land om te fietsen? Jullie zullen er best wel wat gehad hebben inmiddels. Ik vind Frankrijk uitstekend fietsen. Fransen blijven achter met de auto. Ja, die hebben over het algemeen betere wegen als Duitsland. Ja. Duitsland heeft geen fietspaden. Als je bijvoorbeeld de Donau-Radweg, de 600 kilometer in Duitsland pakt, daar is ongeveer de helft van geasfalteerd.
En de rest, ja, als het regent, bagger. Het is een beetje van die schelpenachtige... Ja, ja, van de grit. Of zand, grind, of, ja. Ja, maar als het nat is, dan ga je dan hier eens door de lus met ja, de mislukt. Ja, van dat spul zo. Ja, dat witte, dat onder mijn fiets ligt zo, van dat materiaal. Ah, dat wordt echt blub. Ja. Ik zie ineens een heel grappig dingetje. Dat is dat die tweede standaard. Maar dat, ja, ideaal, hè? Dat is zeker voor als je fietstassen voor hebt. Nee, dat is Koga. Ja, anders dan valt je om. Ja, dat is Koga. Ik kan het laten zien. Ja, heel graag. Als daar je fiets in je tassen aan hangen... Ah, ja. En als je zwaarder belast is, dan... Dat is ideaal, hoor. En dan blijft je staan. Ja, even twee fietstassen, voor, twee achter, tentje, slaapzak, ja, twee bidons. Ik vind het zo leuk. Ja, dat is ook leuk. En je ziet het, hè, nooit Brabant achter op de fiets. Ja. Stikkertje erbij. Nee, maar ik vind het zo leuk dat als jullie, 51 jaar, kennen jullie elkaar? Nee, zijn we bijna getrouwd. Dus we kennen elkaar al lang. Lang verkering gehad nog van tevoren? 2,5. Ja, en dat je dat dan nog ook doet. Ja, nooit ruzie. Ben ik gek. Waarom? Ja, je kunt wel woorden hebben, maar hebben toch geen ruzie. Nee. Luister, dat loft van eigen weer op, hè? Ja, ik vind het een goede balans. Daar kennen ze hij wint met de ruzies en u mag voorop fietsen. Ja. Jij maakt er jij ervan. Ik vond het echt enorm leuk om jullie even te mogen spreken. Ja. Ik vond het ook leuk om te horen dat jullie Brabanders ook naar L1 kijken. Maar ja, dat heeft ook een beetje te maken met Tante Lieske en zo. En Melik Herkenbos en Valkenberg. Ja.